Dus Annemiek, dit is jouw werkruimte, jouw atelier aan huis. Ja. Hier ontvang je klanten voor je naailessen. Ja. Maar het meeste verdien je, begrijp ik, met het uitwerken van ontwerpen van grote modeontwerpers. Ja. En dat vind je ook het leukste? Nee, ik vind het naailessen geven ook heel leuk. Maar dat andere, dat voor die, vooral voor de shows. Ja. Voor klanten vind ik het wat minder, maar voor de shows vind ik het heel leuk om te doen. Elke keer. En dan krijg je dus een schetsje en dan krijg je wat stof mee. Vaak in dit geval zit een oude jurk. En daar maak ik nou uit een prachtige bruidsjurk voor de show. Okay. Van 2012. Oké, dus dit is het. Ja, en dat wordt gedeeld van dit. En dan wordt er een prachtige Mikado-zijde gebruikt. En dit is de Mikado-zijde. Dat is een mooie, hele mooie, zware zijde. Ja. Dat blijft ook heel prachtig staan. En dit is een taft. Het wordt dus van drie verschillende soorten stof gemaakt. Deze taft is zo dun, daar moet de organza onder. Dus dat geeft lekker ook veel werk. Maar dan maakt het een stuk mooier en dan valt het ook veel mooier van. Maar en wat ga jij hier nu mee doen? Dus dit heb je gekregen van je client, van je opdrachtgever. Ja. En dan? En dan heb ik dit. Dit is een beetje lullig, maar hij moest er gewoon helemaal lang, maar dan had ik de stof niet meer voor. Dit is dan zo'n twaal. Een twaal. Dus een twaal, dat is dus een eerste doorpas in onechte stof toch nog. En dan had ik bedacht hem zo, maar toen hebben we hem doorgepast. En toen vonden we samen dat dit een mooie zou zijn, deze aanpassing. Dan dit hier. Je kunt ook zien dat ik twee verschillende mouwen, wat hij mooi vond, twee verschillende mouwen heb gemaakt. En hij is dan de ontwerper? Ja. De man die jou dat eerste creatieve tekeningetje hebt gegeven? Ja. En die jou dus dit helemaal echt laat uitwerken, totdat het goed zit en pasbaar en mooi valt. En qua vorm, zoals je de beleiding, die had ik toch wel anders ook. Maar die wordt dan, daar kun je dan goed zien in zo'n twaal, daar kun je op het strepen en wat dan ook. Door een mooiere, nog een betere vorm. Oké. Zodat ze van achter niet echt een mooi kontje krijgt en daar komt dan alle stof uit. En dat heet een twaal. Dit is dan een twaal. Dat kan lekker ingestreept en gekrast en gedaan worden en geknipt. Okay. Maar dan heb je het idee hoe die staat en bij het lopen valt. Maar goed. Maar Annemiek, dan heb je dus deze tekening gekregen. En dan ben je, denk ik, toch wel zo'n dag of twee, drie bezig om deze twaal te maken? Nee, ongeveer één dag. Eén dag? Ja. En dan? En dan wordt het patroon weer veranderd. Dat zie je hier. Dit was eerst mijn dingetje. Dit moet dan weer allemaal veranderd worden. Ja. En dan gaat het in de echte stof. Ik heb nu helder besloten om eerst maar de voering te maken. Ja. Dan kan ik ook nog even zien hoe mijn veranderingen op de pop vallen. Of dat oké is. En daarna moet ik die stof verwerken. Maar dan, je kunt hier niet overheen stikken. Dus dan het makkelijkste is dan waar je gaat naaien, dat je al die dingetjes doormidden. Zo. Stukjes. Ja. Nou ja, dan kun je wel nagaan. Dat je daar enkele uurtjes mee bezig bent. Ja. Maar goed, dit gebeurt niet zo heel vaak hoor. Nee. En je verwacht dus deze hele jurk, die gewoon een schets is,
dan ga jij een goed passend, lekkere, mooie bruidsjapon voor maken. Die al besteld is door iemand? Nee. Nee, die wordt geshowd op de show. En nou, dat is vaak in zo'n maat dat niemand hem past. Heel soms wordt hij verkocht. En dan zijn we allemaal heel blij. Maar niet zo vaak. Want de mensen hebben ook bijna... Hij kan er nog wel wat aan gebeuren. Maar een bruid wordt eigenlijk bijna nooit verkocht in de show. Okay. En hoeveel... Hoeveel levert deze opdracht jou nou op, zo ongeveer, zo'n 1000 euro? Ik denk dat die zo, ja, meer naar de 1100 dan, denk ik. Oh ja, want hou jij je uren bij en zeg je dan, zus en zoveel uur heb ik eraan besteed? Of nee. Hoe werkt het bij jullie? Per opdracht. Per opdracht. Oh. En we hebben het niet van tevoren afgesproken. Oké. Okay. Niet van tevoren afgesproken. Ik weet ongeveer wat ik ervoor mag vragen. En... Nou, dat check ik dan een beetje met wat ik er... Aan tijden besteed. Ja. En het gaat in vertrouwen. En ze kennen je natuurlijk al heel erg lang. Dus ze weten dat je goed werk aflevert. Voor wie is deze? Dit is ook prachtige. Dit is de uitwerking van... Deze, je ziet wel dat hij helemaal anders is geworden. Oh, dit moet er niet aan. Deze schets... Heb je al helemaal klaargemaakt? Nee, tot... niet helemaal hoor. Nee? Lang niet. Lang niet. Nog lang niet? Nee, want... Dat zal ik even laten zien. We zien hier nog... De koep zitten. Dat mag niet. Dat moet zo lijken alsof het... Alsof die stof onderbroken is. Dat is niet mooi, dus dat moeten we nog zo bewerken dat het niet valt te zien. Goed. Dit is allemaal nog niet klaar hoor. Nee, dat is duidelijk. Ik ben nog bezig met het project. Dus. Zie je, ben je nog wel een dag of 3 aan bezig? Jawel. Achter, dit is ook moulage, hè? Dit is vanuit de stof gedaan. Zo gedrapeerd dat je hier mooie vallingen krijgt. Ja, mooie vallingen krijgt. En dat je dus eigenlijk hier ook geen zijnaden, meestal is het met zijnaden, die heb je ook niet. Die zijn allemaal weggewerkt in... Op de pop. Ja, op de pop. En doordat het zo op de pop valt, noem je het moulage. Het werken niet vanuit een patroon, maar vanuit de pop. En daar drapeer je de stof omheen. Hm. Dat is niet met dit gebeurd, maar het is wel met de onderkant gebeurd. Ja. Annemiek, een van de moeilijkste dingen is natuurlijk dat het moet allemaal perfect zijn in de hoogsegmentmarkt, hè? Ja. Is dat makkelijk? Het vergt enorm veel geduld. Heel veel geduld en... doorzettingsvermogen, dat is het. Nou kwam ik je laatst tegen. En toen had je zoiets van... Oh, het was nog niet goed. Het was nog niet goed, maar je opdrachtgever vond het eigenlijk al wel goed. Dus klopt het dat jullie... Altijd 180%, of jullie, of jij, in ieder geval 180% perfectie willen leveren. Ja, dat is wel een beetje zo. Dat is vaak een beetje fnuikend. Ja, dan ga je er dus het eigenlijk te lang mee door. Je bent er te veel uren mee bezig, waardoor je dus eigenlijk jezelf in de vingers snijdt. Ja, want de klant betaalt die uren natuurlijk niet, die extra uren. Want voor die klant was 100% nee, goed. Helemaal. Ja, oh ja. Ja, nooit. Ja. Ja, nou ja, daar ga ik natuurlijk niet vanuit dat de klant het goed vindt. Want ik ga er vanuit dat het echt 100% of 180% inderdaad goed moet zijn.
Maar ja, vaak ziet die klant natuurlijk die perfectie. Zien ze niet. Wou jij zeggen? Is dat zo? Want het is jouw... Het is je vak. En het is ook je unieke punt. Dat jij gewoon kwaliteit tijd wil leveren. Ja. En daarom komt de klant natuurlijk wel bij je terug. Omdat ze tevreden zijn. Ja. Maar als een klant tevreden is, mag jij eigenlijk ook tevreden zijn, toch? Dat dacht ik. Maar dat maar gebeurt dat niet. Dat is niet altijd zo. Nee. Nee, want ik zie dan dat toch weer altijd andere dingen die, waarvan ik dan denk van dat vind ik toch niet helemaal mooi. En, maar ja, dat hebben zij dan nog helemaal niet gezien. Hey, en toen ik je tegenkwam, toen wou je eigenlijk nog er allerlei dingen aan veranderen. Heb je dat uiteindelijk gedaan? Even kijken. Of dacht je van, eigenlijk was het goed zo? Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik nooit. Maar ik heb er geloof ik... Ik heb het wel zo gelaten. Ik heb er niet meer wat aan gedaan, denk ik. Knap. Ja. Heel goed. Heel goed. Maar dan wil ik nog wel even zeggen... dat ze was er heel erg blij mee. Mart was er ook heel erg... Die is op de bruiloft geweest. Die heeft duizenden complimentjes ontvangen. Maar dat hoorde ik pas... wel heel lief van hem zaterdag. En ik heb en vrijdag... en zaterdag heb ik... In de stress gelegen omdat ik dacht dat het niet goed zou zijn. Ah. Maar het was perfect. Toch nog weer na wat jij had gezegd. Ja. Als je in het hoge segment wil werken, dan moet het perfect zijn. Ja. Dat is natuurlijk de basis van je vak. Maar je kan ook overdrijven. Ja, dat slaat ook nergens. Of tenminste, ik vind, zo langzamerhand ben ik daar te oud voor. Ja, leer je dat nog eens af. Ja, denk het wel. Het gaat steeds beter. En wat kan je anderen daarin adviseren? Want iedereen moet wat van perfectionisme hebben als je dit vak doet in het hoge segment. Door de lat ietsje mag je best iets... Nee, trouwen. Jezelf vertrouwen. Ja. Je vakmanschap. Ja. 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 En anders nog een paar cursussen doen. Of een coach nemen. Bijvoorbeeld een bedrijfscoach. Wil je dat graag? Nee. Nee, zoals jij. Ja, je gaf me toen net even een fantastische... En in waar ik ontzettend veel van had. Van net even dat we zeiden waar ik ontzettend veel aan had. Dankjewel. Ja.